Goedendag lieve mensen, weer een nieuwe aflevering van Muziek Express. En we zijn vandaag, zoals je gezien hebt, in de Leidsterstraat in Tilburg. Welke wijk zou dat zijn? Het kan iets anders zijn dan natuurlijk onze wijk Broekhoven in Tilburg, waar natuurlijk heel veel gezellige mensen wonen. Dus we gaan even kijken hoe het hier aan toe gaat in de Leidsterstraat. Nou, in deze gezellige volksbuurt natuurlijk midden in Broekhoven. Ik heb het brilletje even op mijn hoofd gezet, want we lopen lekker in de schaduw. Kijk eens wat we hier hebben. Goedemorgen dames, goedemorgen. Alles goed? Lekker hè, bakje koffie zo op straat? Kan alleen hier zoiets hè, kan alleen hier. Hartstikke goed. En is het met u? Mag wel even op de film, mag wel hè. Hartstikke gezellig joh, komt goed, rustig aan. Hey, best hè, groetjes! Zo dames en heren, dat was natuurlijk een van de gezelligste mensen hier uit de straat alweer. En de buurman is gezellig zijn band aan het maken. Dat hoort er allemaal bij natuurlijk bij het leven. Kijk, wie hebben we daar? Die miste ik eigenlijk nog. Hebt gevonden? Goedemorgen, Lot. Ja, lekker. Warm en iedereen zit al lekker buiten. Nou, dat bedoel ik. En degene die wij gaan opzoeken, ja, is al wakker zelfs. Ik hoop het wel. Ja. We zullen eens gaan kijken, want we hebben weer een nieuwe artiest vandaag natuurlijk in ons programma. En dat is toch wel een kanjer, moet ik zeggen. Hij was dit jaar ook op het Levenslied. Iedereen heeft ervan genoten. Maar we willen hem natuurlijk wel wat beter leren kennen. En daarom gaan we hier vandaag eens even naartoe. Oké, we bellen even aan. De deur staat open. Ja, de deur is open. Dames en heren, wie hebben we hier? Roy Donders uit Tilburg. Ja. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen. Alles goed, jongen? Hey, goedemorgen. Kijk, fris. En net wakker natuurlijk, maar allemaal goed, jongen. Kom verder. We gaan even binnen kijken. Kom. Zo, mensen, hier zijn we dan natuurlijk bij Roy achter op de plaats. Want zo noemen ze dat in Tilburg, hè. Het is geen tuin, het is de plaats. Roy, alles goed? Ja, tuurlijk. Ik hoor dat je nog op stap bent geweest gisteravond en je was een beetje vroeg thuis vanmorgen. Ja, om 6:45. Kwart voor zeven. Dus. Nou ja, goed, en dan staan wij hier lekker vroeg aan de deur, maar zo werkt dat gewoon. Ja. Hè? En de mensen zaten lekker buiten hier, 's morgens vroeg met een bakje koffie. Ja, vanmorgen toen ik aankwam zat er alleen voor de deur. Vanmorgen al? Ja. Godverdorie, ook wel leuk binnenkomen natuurlijk. Hè? Ja, je wordt altijd verwelkomd als je de straat niet rijdt. Ja. God. Ben jij geboren hier, Roy, in Tilburg? Ja, ik ben hier in het Elisabeth ziekenhuis geboren. Oké. En hier opgegroeid in de buurt. Je woont ook al heel lang in deze straat of is het, heb je ooit nog ergens anders gewoond? Nee, ik heb altijd hier gewoond. Vanaf mijn baby. Dus veel familie hier in de buurt. Oké. Nou mooi. Ja goed, we kennen elkaar al een aantal jaar natuurlijk. Ja, goed. Kijk, als artiest zijn we dan leren elkaar natuurlijk kennen in het circuit. En Roy zijn we tegengekomen als een. Ja, ik ken hem eigenlijk nog, toen was het een manneke van de jaren 7 geloof ik. Toen ging je met de discjockey hier in Tilburg, ging je mee als roadie, hè, helpen. En, hij zat altijd op de achtergrond heel verlegen, maar nu staat hij op het podium en is hij zelf performer. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg grappig, want dat had ik eigenlijk nooit achter je gezocht. Maar ja, stille wateren, diepe gronden zeggen ze wel eens, Roy. Maar je vindt het hartstikke leuk om te doen, denk ik. Ja, in het begin is het allemaal een beetje zenuwachtig, maar als je er eenmaal doorheen bent, dan doe je het gewoon mee plezier. Ja, Roy, zeg al, we zijn bij jou thuis hier, maar dit is niet jouw eigen huis natuurlijk, want je woont nog bij je vader en moeder, hè? Ja, ik woon nog bij mijn ouders. Ja. En, ik ben pas 18, dus. Pas 18 jaar, mensen. Ja, goed, maar dus die jongen heeft nog heel veel te... Kan hij leren nog, hè? En hij is nog jong, dus hij kan nog alle kanten uit. Ja. Heb je nog broers of zussen? Ik heb één zus van 33 en die heeft ook twee kindjes. Dus. Ja, is oom Roy al? Ja. Hey, oom Roy, ook leuk. Ook leuk. En die kindjes kunnen ook allemaal jouw liedjes meezingen, denk ik. Ja, de kleinste die is pas 3 geworden. Ah. En die staat altijd op mij, als ik aan het oefenen ben, dan komt hij altijd kijken. En dan zingt hij alles mee en hartstikke leuk. Ja, zeker mooi. Hij wil zelf ook straks gaan zingen, zegt hij. Ja, en terwijl Frank bezig is met het interview met Roy, wil ik natuurlijk wel eens een kijkje gaan nemen hoe dat hij hier eigenlijk woont. En volgens mij, Mika, jij weet hier een beetje de weg, hè? Kun jij mij helpen dat we even naar de kamer van Roy toe gaan? Want ik wil wel weten waar dat hij slaapt. Ga je mee? Nou Roy, dus je bent natuurlijk bezig met een mooi album, zoals ik begrijp. Ja. Maar zit het dat van kleins af aan al in bij jou, dat muziek maken? En ik ben benieuwd, want volgens mij... Vroeger ging ik altijd alle playback shows af en wedstrijden met mijn ouders. En, kijk, dat is mijn zus heeft het ook altijd gedaan, dus ze zit al een beetje in de familie, denk ik. En ik heb ook onder showkabinet gegeven, onder een musical school was dat toen. Ah, een beetje ondergrond heeft hij al, hè? Een beetje scholing heeft hij al gehad natuurlijk voor het performen. Maar. En ik heb ook 2 keer meegedaan met de mini playback show bij Henny Huisman. Echt waar? Ja. Dus. Oh, wat grappig. Oh, nou, dat is dan weer iets apart, dat zie je niet vaak natuurlijk. Ja. En hoe is dat verlopen toen? Ja, dat was hartstikke leuk. Ik deed daar mee met het liedje van Marco Bezzato, De meeste dromen zijn bedrog. Dat was toen net uit. Okay. Dus dat was helemaal hip. Helemaal in. Ja, en
En toen was je nog heel jong, want dat liedje is echt een jaar of 15 geleden. Wat 20 denk ik al toen wel. Toen was ik 5. Godverdorie. Ja. En het liedje was dan de meeste dromen zijn bedrag. Maar in de voorronde zeg maar, er waren iets van 10 kinderen of zo die ook dat liedje wouden doen. Okay. En daar was ik toch de beste van blijkbaar. Oh, okay. En toen zat ik in de uitzendingen, dus dat was hartstikke leuk. Kijk, dus jouw eerste tv-debuut is al op hele jonge leeftijd begonnen eigenlijk. Nou, dat is hartstikke goed, dames en heren. Dat zie je niet vaak natuurlijk. Ja. Goed, ik heb nooit aan iets meegedaan, dat zie je nog steeds. Zullen wij eens gaan kijken waar dat lied nou precies altijd slaapt, 's avonds, na een heel druk optreden? Nou, maar dit is mooi. Oh, zo'n groot bed. Kom eens hier zitten. Ik was wel heel benieuwd hoe jouw oma Roy hier woonde, maar nou krijg ik wel een beetje een idee. Een lekker groot tweepersoonsbed. Vind jij dat hij een beetje leuk zingt? Ja. Kun je zijn liedjes ook al meezingen? Ja. Zullen we eens kijken of we misschien een clipje kunnen vinden, dat we hier kunnen kijken op de televisie? Dan gaan we daar even naar zoeken. Nee, maar Roy, om even door te gaan op jouw cd's toe die je wilt gaan maken nog. Ja. Je hebt al clips gemaakt ook? Ja, 3 nou. En één liedje is een clip van het liedje wat straks op mijn nieuwe album komt, maar die is nog niet uit. Maar er is er wel een clip van gemaakt. En dan gaan we daar nu heel even een klein stukje van zien, dames en heren. Roy met zijn eerste liedje volgend weekend weer. Wat moeten we toch allemaal hard werken? En iedereen wordt zo geleefd. We laten ons te veel beperken. Je zoekt naar iets wat je ontspanning geeft. Dan zou het weekend jou gewoon eens kunnen brengen. Wat water voor de planten is. Het zal je levensduur verlengen. En zo voorkom je ergernis. Dansen, zingen, lachen, zo kan jij heel de wereld aan. Nou, we hebben even een clipje bekeken van Roy, van zijn eerste liedje. Maar het is toch een hele leuke clip, Roy, hè? Ja, toen op dat moment, toen hij net klaar was, vond ik hem hartstikke leuk. Maar als ik nu terugkijk, dan... ik zag het toen helemaal anders uit. En 2 jaar geleden, en ja. Maar ik kijk zo eens rond, maar Angelo, heb jij Lot nog gezien? Ik ook niet, waar is Lot gebleven? Ik zou het niet weten. Ja, even naar binnen gaan kijken. Ja. Misschien is ergens, ik weet het niet, maar even binnen kijken, jongens. Kijken waar Lot uithangt, want die moeten we altijd gaan zoeken. Kom, nou Roy, waar zou ze zijn? Zou ze boven zijn misschien dan? Ik denk het wel. Denk het wel? Nou, we gaan even boven kijken, toch? Ik volg jou, jongen. Oh, kijk, ze liggen op mijn bed. Ach, dat meen je niet. Dat meen je niet. Kijk nou hier. Lot, gewoon gezellig. Lig je hier op het bed van Roy? Een clip zijn aan het kijken. Een clip van Roy. Oh, okay. Nou, dat is hartstikke mooi. Hey, dan gaan we toch allemaal even kijken naar een clip van jou. Ja? Is goed. Dames en heren, Roy Donders. Mijn hele leven wil ik met je delen. Dat is iets wat ik gewoon weg weet. De rest kan me zo 1, 2, 3 niet schelen. Want jij keek in mijn ogen en dit is wat het deed. Boem in mijn hoofd en bam in mijn hart. Ik viel haast achterover en was compleet verwaard. In je ogen.
zijn, ik blijf voor altijd bij je. Ik wil de liefde van je leven zijn. Die boodschap is me altijd bijgebleven. Op slag verliefd, ik weet nu hoe dat voelt. Een oerknal deed mijn hele lichaam beven. Die liefde in je ogen was puur voor mij bedoeld. Boom in mijn hoofd en bam in mijn hart. Ik viel haast achterover en was compleet verward. Boom in mijn hoofd en bam in mijn hart. Verdwalen in je ogen was voor mij een nieuwe start. Dat vertrouwde gevoel dat je losmaakt in mij en dat zomaar ineens verscheen. Dat verliefde gevoel staat voor ons allebei voor altijd een deel van mij. Ik viel haast achterover en was compleet verwaard. Zo, nou, toch een mooie clip gezien van Roy, hè? Ja. Godverdorie toch. Kijk, kijk. Die jongen heeft talent, hoor. Ja, zeker maar talent. Ik heb natuurlijk al een beetje door het huis heen gestruikt. En ik heb hier heel veel bloemen ben ik tegengekomen. Dus volgens mij heeft hier ook iemand. Maar ik zie net dat mam er al mee bezig is. Ja, als moederkin is er mee bezig, hè? Kijk. Ja. Godverdorie. Leuk. Gezellig. Maar leuke hobby, hoe ben je daartoe gekomen? Nou, een jaar of 8 geleden deed ik het voor mijn eigen allemaal, hè. En toen kwam die binnen en oh, dat wil ik ook. Ja. Dus zodoende is het gekomen. Ja, dus het balletje gaat rollen en ja, krijgt steeds meer klantjes. Ja. En dan is de zus en de schoonzus en de buren en zo is het gekomen. Heb je daar nog een cursus voor gevolgd? Dus nee, nee? Nee. Gewoon helemaal zelf eigen initiatief? Nou, knap hoor. Heb je zelf gedaan. Ja. Maar mooi, nou, je hebt het natuurlijk ook wel heel druk met de carrière van je zoon, hè? Ja, want je volgt ja, hem eigenlijk ook wel overal ook, hè? Ja, tuurlijk. Vind je het leuk? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, ja. Doet hij goed zijn best? Ja, ja, hij doet heel goed zijn best. Ja. Nou, moeder is de steun en toeverlaat natuurlijk, hè? Ja, dat moet, moet ja, hoort ja, erbij, hè? Hij is nog jong, dus... Leuk. Ja. En lief. Jawel, tuurlijk. Toch? Ja, ja, ja. Hartstikke mooi. Maar nou heb ik gehoord dat Roy ook nog een hele leuke hobby heeft. Want hij heeft volgens mij iets met haren. Ja, dat klopt. Ja? Echt waar? Ja, ja, ja. Krullen met die meisjes in haar en stijlen en opsteken. Oh. En dat doet, vindt hij allemaal leuk. Nou, daar willen wij ook wel eens iets meer van weten. Nou, Roy, daar wil ik wel wat meer van weten. Want als ik hier dan toch ben, misschien dat je nog iets met mijn haar kunt doen. Ja, tuurlijk. Loop maar mee. Is er iets van te maken, denk je? Is er iets van te maken? Ah, oké, dan gaan we proberen. Oké. Nou, lopen we gezellig door de tuin van Roy hier. Ik ben benieuwd. Kijk eens, ja? Ik ook, maar kijk. Ho, 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 lot. Kijk, kijk. Wat gaan we doen? Ja, ik vind het al heel goed geweest. Nou, even. Ja, maar Frank, dat kunnen we niet maken. Kom op. Jawel. We moeten vandaag nog werk aan de winkel. Nou, even 5 minuten dan en dan kom je eraan, hè? Tot zo. Ja, Roy. Je hebt al een heel druk leven, want je zit nog gewoon op school. Ja, door de week volg ik gewoon mijn opleiding nog. Ja. Welke opleiding volg je? Opleiding bartender, dus het is weer helemaal iets anders. Maar ja, ik vind het ook wel heel leuk. Eerst wil ik altijd iets in de horeca gaan doen, maar wil ik eigenlijk nog steeds wel. Maar ja, af en toe dan bellen vriendinnen op van kun je mijn haar doen? En dan doe ik dat ook, want dat vind ik hartstikke leuk. Dus misschien dat ik in de toekomst ook nog wel iets met het kappersvak ga doen. En hoe ben je daartoe gekomen dan? Gewoon uit interesse of puur gewoon even een keer een staalborstel gepakt en gedacht van? Nee, waar ik eerst altijd mee omging, zeg maar. Daar, de oudere zuster van, die mogen toen allemaal al op stappen en wij niet. Maar ja, ik sliep daar dus heel vaak. En ik zou wel eens een keer mijn haar opgestoken worden. Ik zei, nou, ik zal het wel eens een keer proberen. Want mijn moeder had toen nog lang haar en dan kwam ook iedere week, zeg maar, de kapper. Mm-hmm. Dus ik iedere keer afkijken en doen. En door kijken heb ik eigenlijk het eigenlijk geleerd. Is het kappervak niet voor jou dan? Ja, ik denk dat het daar ook wel eens wel had. Het past wel een beetje bij je, hè? Ja. Je bent wel heel veel met je uiterlijk ook bezig, jawel, hè? Ja, je bent wel een ijdeltuitje. Ja.
Dus ik denk dat dat ook wel gaat worden, denk ik. Ja, en het past ook wel een beetje bij het zingen, ja, natuurlijk. Ja, het is goed te combineren. Ja. Want om 6 uur gaan de deuren dicht en Ik heb ook nog een leuk primeurtje voor jullie. Het is het liedje wat op mijn nieuwe album komt. En die heet Samen kunnen wij de wereld aan. En hoe ging die ook alweer? Ik zal een stukje zingen voor jullie. Ik lees de krant zoals zoveel dagen. En word er steeds een beetje pissig van. Hoeveel ellende zou je kunnen dragen? Ik ruk me los zolang ik het nog kan. Ik kijk over mijn krant en zie je zitten. Je blik vertelt me, ga je met me mee? Dan zou ik ook gewoon kunnen gaan pitten. Maar deze jongen kent toch daar geen nee. Samen kunnen wij de wereld aan. We dansen tot de morgen, laat je nu maar lekker gaan. Rood stukken linken, vul de glazen aan. Het vieren van een feest daar bovenaan. Zijn pieken en zijn dalen. En soms zit het gewoonweg niet zo mee. Het heeft geen nut om dan te blijven balen. Je ziet de zon maar zakken in de zee. Ik pak je vast om nooit meer los te laten. We staan met beide voeten op de grond. En tappen humor uit de beste vaten. Ik lach me suf, want lachen is gezond. Samen kunnen wij de wereld aan. We dansen tot de morgen, laat je nu maar lekker gaan. Rood stukken linken, vul de glazen aan. Het vieren van de feest daar bovenaan. Samen kunnen wij de wereld aan. We dansen tot de morgen, laat je nu maar lekker gaan. Rood stukken linken, vul de glazen aan. Het vieren van de feest daar bovenaan. Volgens mij wordt het een super CD. Ja. Kan ik je nou wel zeggen? Ik denk het ook, ja. Heb je nou nog veel optredens zo hier en daar? Nou, toevallig vanmiddag moet ik zingen hier in Tilburg op een buurtfeest. Dus als je wil, kun je mee. Nou. Kijk, nou, laten we eens voor jou om even te gaan kijken. Nou, je gaat er wel even mee, Frank. Ja, ja, ik heb helaas geen tijd. Ik moet eventjes nog andere dingen gaan doen. Maar vertrouw ik helemaal aan jou toe. Okay. Dus, Angelo, ga jij mee? Nou, super. Ja. Okay, gezellig. Ja, gezellig. We gaan. Okay. Goed zo. Dank Roy, bedankt jongen. Ja, wij zien elkaar zeker terug. En, Hey, super. Nou, wij nemen nog even in afscheid, want ik zie je straks. Tot vanmiddag. Okay. Goed zo. Roy, mag ik jou daar heel even bij hebben, als het kan? Natuurlijk. Want ik wil jou samen, jouw vader en jouw moeder natuurlijk ook hartelijk danken. Ja. Dat je mee hebt gedaan met onze uitzending. Voor de mensen hier, ze kunnen het allemaal gaan zien op de lokale omroep Tilburg Totaal. Binnenkort onze enige echte Roy Donders bij ons op de zender. Ja, nou, het was hartstikke leuk vandaag. Ik wil jullie ook bedanken, dus. Ja. Nou, willen de mensen nog wat meer over jou weten, dan kunnen ze natuurlijk altijd terecht op jouw site, hè? Ja, nou, die is nog even in de maak, maar je kunt nog altijd terecht op mijn Hives. En dat is www.zanger-roy.hives.nl. Oké. Nou, ik ga het heel even, heel officieel doen, Roy. Hartelijk dank voor je medewerking. Ja, geen dank. We gaan nog even gezellig genieten van je muziek, samen met al die mensen hier. Natuurlijk. En ik zou zeggen, succes. Oké, bedankt. Dankjewel.
avontuurtjes, nachtelijke uurtjes, deelde ik met menig vrouw. Sommige dramatisch, andere hilarisch, maar ik heb van geen één berouw. En op menig rendezvous ging het er wat wild aan toe. Nee, nooit was het een saaie boel. We hebben heel wat afgestoeid aan al die mooie meiden die ik vroeger kende. Wil ik even zeggen bedankt voor de vele kussen, vriendschap en de liefde, voor hun aandacht en de chance. Het was een hele mooie tijd van plezier en vrolijkheid, maar aan alles komt een eind. Al doet het wel een beetje pijn. Die mooie lange blonde, zij was wel heel bijzonder. Met haar zong ik echt uit de band. Maar na een dag of tien hield ik het voor gezien en liep gigantisch uit de hand. Ze sprak me toen heel elegant, onverstaanbaar in het Frans.